Zo, en voor het hoofdgerecht? Nou, het hoofdgerecht hadden we de lamsnack. Halen we uit het water. Die snijden we open. Uitkijken, de jus is vloeibaar geworden. En dit doen we in een pannetje. Een apart pannetje. En dit zetten we nog heel eventjes op het vuur. Zo kan de jus eventjes indikken. Dan gaat hij er mooi als een stroopje omheen zitten. En tussentijd kunnen we het groentegarnituur vast gaan opbouwen. Ik vind het altijd fijn om in één keer helemaal open te snijden, zo'n drie luikje of twee luik. En dan de producten lekker op de bank leggen. Of op de werken, op de snijplank. Zakje crème er meteen bij. Dan snijden we het stuk puntje vanaf. Koolrabi rondje. Knol selderij in beurnazet. En aardappel fondant. Lekker in de jus gegaard. Zo. De crème. Van daslook doen we erbij. En de kres van mosterd. Nou, als we dit op bord hebben liggen, pak ik het vlees erbij. Die is wat verder ingedikt. Nou, hier strooien we de kaantjes overheen. En de bieslook. En dan pakken we hem uit de pan. En leggen we hem op het bord erbij. En dan is dat het hoofdgerecht. Ik zou zeggen, ga er lekker van genieten nu die lekker warm is. Alsjeblieft.